Juni 2013 is een echte horrormaand voor een 75-jarige inwoner van Grave. Zijn vrouw overlijdt die maand en op zaterdag 15 juni slaat het noodlot nog eens toe. En het alarmlijn kan ik voor u doen. En ik lig vast verketend thuis in de huiskamer. U bent met uw handen bij elkaar gebonden? Ja, en de benen ook. Bent u gewond, meneer? Ik lig met een gebroken heup in de huiskamer. Geef collega's, zijn al naar u onderweg. Terug naar eerder die zaterdagmiddag. Het is zo rond 16:45. De man is net thuisgekomen in zijn huis aan de Estersveldlaan en gaat een rustige avond tegemoet. Ik kwam van een vriend af. Die wist hoeveel verdriet ik had van het overlijden van mijn vrouw. En hoe ingrijpend dat was. Het verlies van zijn vrouw is nog heel vers. Het dringt pas net een beetje tot hem door dat zij er niet meer is. Rond 17:55 wordt er aangebeld. Twee mannen stormen naar binnen en geven hem een enorme duw. Hij valt zo hard dat hij zijn heup en zijn arm breekt. Ik werd natuurlijk alsmaar verblind van de pijn. Niet wetende dat ik kapotte onderarm had, een dubbele armbreuk, een schouder, zwaar ontwricht, een dubbele dijbeenbreuk en de heup was helemaal kapot. Geld! Waar is het geld? Je hebt geen geld! Daar waar je geld is! Maar dat interesseert de overvallers niet. Ze schoppen hem. Ze moeten geld. Zeg waar het geld is, dan ben je van ons af. Dan zijn wij weg. Nee. Dan al, waar is het geld? Dan ben je van ons af. Terwijl een van de overvallers in de garage op zoek gaat naar geld, blijft de andere dader de bejaarde man bedreigen en mishandelen. Ik heb het gevonden. Duurt het voordat de man hulp kan inschakelen. Vervolgens duurt het dus 3 uur voordat de man bij zijn telefoon kan komen om 112 te bellen. En door alles wat hij nu heeft meegemaakt, woont hij niet meer thuis. Help dus mee om deze daders te vinden. En een belangrijk aanknopingspunt daarbij zijn de signalementen. Het gaat om 2 mannen rond de 30 jaar. Opvallend is de man die bij het slachtoffer bleef. Hij is blank, zo'n 1,90 meter en heeft een fors postuur met een dikke bierbuik en dikke handen en polsen. De tweede man is blank tot licht getint en ook hij is lang, zo'n 1,85 meter. De mannen spraken Nederlands zonder aanwijsbaar accent. De uitgebreide signalementen staan op onze site bureaubrabant.nl. Een ander belangrijk aanknopingspunt is een donkergroene Volkswagen Passat Station. Dat is de auto waarin die mannen waarschijnlijk rondrijden. En zo'n auto is hier rond de overval gezien op het pleintje vlak achter het huis van het slachtoffer. En tijdens de overval stond in de Estersveldlaan vlak bij de woning van het slachtoffer zo'nzelfde auto geparkeerd. Nu is het niet ondenkbaar dat die mannen in de dagen of weken voor de overval de omgeving al verkend hebben. Dus als u nu zo'n auto hebt gezien in die periode of zelfs op zaterdag 15 juni... hier in Grave of in de omgeving daarvan, dan horen we dat natuurlijk graag. De daders vluchten in die groene Passaat. Ze gaan vanaf de Estersveldlaan links en dan meteen weer links. De doorgaande weg op richting de Jan van Kuikdijk. En op die Jan van Kuikdijk kun je alle kanten op. Je kunt verder Brabant in, maar ook heel gemakkelijk de Maas over Gelderland in. Ik maak mezelf nog steeds het verwijt van lul dat je zomaar die voordeur open doet. Ja? Ja? Een oude man zo mishandelen en beroven, dat mag niet ongestraft blijven. Sinds 15 juni beschikken de 2 overvallers over een behoorlijke som geld. En rijden ze dus vermoedelijk in een donkergroene Volkswagen Passat Station. Belt u alstublieft als u weet wie die mannen zijn of als u andere informatie heeft. U kunt naar 0800 60 70 bellen, maar als u liever anonieme tips wilt doorgeven, dan kan dat ook via 0800 7000.